Yo, Nintendo fans! Welkom bij een gloednieuwe Pokémon Crown Tundra video. We moeten terug naar de Isle of Armor. Want in de vorige twee afleveringen hebben we Articuno en Moltres gevangen. En nu moeten we Zapdos vangen en daar rent hij al. Hoe ga ik ooit deze Pokémon vangen? Kijk hoe snel die is! Hoe ga ik deze ooit vangen? Dat kan toch helemaal niet? Kijk dan! Kijk hoe snel die... Oké, hij gaat nu... Ik moet deze kant op. Ik moet via deze kant. Ik moet hem afsnijden. Hoe ga ik ooit die Zapdos pakken? Kijk hem rennen, jongen. Wat een gek. Yo, Zapdos. Doe eens rustig. Doe eens even rustig, jongen. Waar ga je helemaal naartoe, vriend? Hij begon echt gelijk te rennen op het moment dat ik deze video opstartte. Jongens, doe een blauw duimpje omhoog voor Zapdos. En vergeet niet te abonneren als je elke dag Nintendo-video's wil zien. Toffe Nintendo-video's zoals deze. Oh, wordt hij al moe? Begint hij moe te worden? Volgens mij begint hij moe te worden. Kijk, hij is niet zo snel meer. Maar ik wil hem niet hier vangen trouwens. Ik wil hem niet in deze regio proberen te vangen. Want hier is namelijk een sandstorm. Dus nee, sandstorm dat is niet oké. Want dan gaat hij kapot. Dan gaat hij langzaamaan kapot. Dat is even niet de bedoeling. Dus loop maar even... Oh, nee, niet hier. Nee, ik wil je helemaal niet hier vangen. Oké, ga je hier wachten? Nee, kijk, hij gaat nu weer wegrennen. Nice. Hij gaat weer weg. Top. Even naar een ander plekje, jongen. Oh, hier hagelt het. Dus dit is ook niet echt een ideaal gebied om hem te vangen. Zappy, ik ga je hier ook niet vangen. Ik wil je in een ander gebied vangen. Doe maar weer rennen straks. Niet weer terug naar dat gebied. Daar is de sandstorm. Kijk, ik ga gewoon hier op jou wachten. En dan moet je straks weer wegrennen, ja? Naar achteren rennen, Zappy. Nee. Andere kant op. Zappy. Ja, goed zo. Die kant moet je op. Heel goed. Heel goed. En doorlopen. Doorlopen nou. Door. Verder doorlopen. Het is net als een schaapsherder, jongens. De schaapjes even naar de juiste plek begeleiden. Nice. Doorlopen. Ja. Volgens mij gaan we nu een kant op wat goed is voor ons. Ja, kijk. Top. Hier wil ik jou vangen. Kijk, hij stopt met lopen. Let's go, Zappy. Let's go. Ook wel een vette Pokémon, hoor. Ik dacht dat ik deze de minste van de drie zou vinden. Maar ik moet je eerlijk zeggen, Zappy is eigenlijk best wel cool. Als ik nou Psycho Cut doe, dan is dat volgens mij super effective. Misschien moet ik dat dan maar niet doen. Misschien moet ik maar gewoon even voor Hurricane gaan. Die doet wel aardig wat... pijn. En daarmee sloop je hem in één keer. Dit is dus niet de goede keus, jongens. Laten we dit nog een keer proberen. En een tip hiervoor is om natuurlijk je game te saven voordat je deze encounters begint. Pak hem! Pak hem! Pak hem! Yes! Oké, poging 2, jongens. Nou, ik denk dat die anderen ook super effective zijn. Ja, natuurlijk, want Zapdos is een fighting-type Pokémon. Dus Hurricane, dat is een flying-type attack, die is ook super effective. Oké, dan gaan we nu toch voor Psycho Cut. Let's go! Kijk, die sloopt hem in ieder geval niet in één keer. Daar kan ik hem zelfs twee keer mee raken. Hij doet nu Reversal. Ja, dat doet mij helemaal niks. Dat is helemaal top. We gaan nog een keer Psycho Cut doen. Zo, dan belandt hij in het rood. En dit is precies prima. Oké, hij gaat voor Drill Pack. Ja, dankjewel. En daar gaan we weer, jongens. Ultra Balls. Nogmaals, wat is jullie favoriet? Galarian Articuno, Galarian Zapdos of Galarian Moltres? Ik moet je eerlijk toegeven. Ik vind ze gewoon alle drie vet. Ik vind ze alle drie tof. Ook deze loopvogel. Ik vind het superleuk om gewoon deze Zapdos te gaan proberen te vangen. Terwijl hij gewoon keihard aan het wegrennen is. Ik vind dat echt geinig. Ja, hij sloopt mijn Articuno nu met Drill Packy. Dat gaat ons niet gebeuren als ik Calyrex eruit gooi. Ah, misschien ook wel. Dat is natuurlijk geen fighting move. Dat is een flying type move. Kijk die poten ook van deze Zapdos, jongen. Een super stevige poten. Grote nagels. Kijk dan, what? Ik ben er ook gewoon echt nog niet uit welke Zapdos ik nou toffer vind. De oude Zapdos van Kanto of de Galarian Zapdos? Ik vind ze allebei wel heel cool. Nogmaals, van tevoren dacht ik dat ik deze niet zo heel vet zou vinden. Maar nu ik hem zie, denk ik wel van... Ah, deze is ook gewoon echt heel cool. Alleen, volgens mij kan deze niet meer vliegen. Deze Zapdos kan volgens mij gewoon niet vliegen. Dat is wel echt een nadeel van deze Zapdos. Dat is een beetje jammer. Dan is hij toch in een nadeel tegenover Galarian Moltres en Galarian Articuno. En hij heeft geen zin, hoor. Hij heeft geen zin. Hij doet toch wel lastig. Hoppakeetje. Yes, 1 en 2. Gaan we hem vangen? Gaan we hem nu vangen, jongens? Gaan we hem pakken? We gaan hem pakken. We hebben Zapdos te pakken. Nice. En nou ben ik echt heel benieuwd of we nu nog iets kunnen gaan doen. Of dat we zo'n beetje alles hebben gedaan in de Crown Tundra DLC. Hier is in ieder geval Zapdos, Fighting en Flying type. En met één schop van zijn poten maakt hij gewoon een hele...
grote vuilniscontainer, vuilniswagen kapot. En hij rent door de bergen met 180 mijl per uur. En hij heet ook de sterke benen Pokémon. Hoppakee, Zapdossie is binnen. En nu staat hier dus dat we alle drie de legendarische vogel Pokémon hebben gevangen. En we moeten nu terug naar Chief Peony. Maar uiteraard wil ik eerst een rondje gaan lopen met mijn Zapdos. Oh, kan ik dat hier nog niet? Oh, wacht, dat moeten we in de Crown Tundra doen. Hier kan ik dat nog helemaal niet. Oké. Volgens mij kan dit hier helemaal niet trouwens. Volgens mij kan dat alleen in de DLC. Ja, maar ook hier wil ik wel eerst even gewoon lekker een rondje gaan lopen. Kijk, yo, die Zapdos die is wel snel, jongen. Kijk, hij haalt me gewoon in. Als ik gewoon zo loop, dan loopt hij nu een stukje achter je en dan haalt hij je gewoon in. Maar wat als we gaan fietsen? Haal je me dan ook in? Ja, hij is wel snel. Houdt hij me gewoon bij als ik ga versnellen zelfs? Nee, dan niet. Hij blijft wel dichtbij je, die Zapdos. Die laat zich niet gek maken, hoor. Zapdos, wil je even een Pokémon verslaan? Heb je daar zin in? Wil je even gaan battelen? Ik zoek een oud dino voor je. Of... hier kunnen we natuurlijk ook tegen battelen. Bronzong! Go, Zapdos! Let's go. Thunderous Kick. Wat? Kijk hem zichzelf boosten, jongen. Hoppakee, bam! Nice. De defense van Bronzong gaat hiermee naar beneden. Maar goed, hij boost zijn defense wel weer met Iron Defense. Oké, nog een keer. Kom op, Zapdos. Dit ziet er echt super cool uit. En ik vind het vet, want er is een soort van donder om hem heen. En daarmee lijkt hij een beetje op de Galarian... nee, sorry, de Kantonian Zapdos. We gaan straks nog een keer die aanval doen. Kijk, moet je zien. Als ik deze aanval doe, dan komt er elektriciteit om hem heen. Dan wordt hij een soort van geel door de elektriciteit. En hier lijkt hij gewoon heel even 1 seconde op de oude Zapdos. En dat is wel echt heel tof. Ja, en dat betekent dus dat we nu alle drie de legendarische Pokémon hebben gevonden. De legendarische vogel-Pokémon hebben we allemaal gevangen. Dus laten we teruggaan naar Peony om te kijken wat Peony daarvan vindt. Oké, wat heb je me te vertellen, vriend? Wij hebben Zapdos gevangen. Ja, echt. En hij zegt, dus dit is Zapdos, de legendarische Pokémon die onweer kan genereren. Of Thunderstorms. Staat er zelfs. Ik zie de vergelijking, maar zijn benen, die lijken me dikker dan dat ik verwachtte. En hij is niet echt electrifying. Hij, je gaat niet mijn Zapdos beledigen. Zapdos is een baas. Maar hij ziet er zo puntig en met een grote, stevige, lange snavel uit als dat ik had gehoopt. Hij is er blij mee. En ja, we hebben het gefixt, jongen. We hebben ze allemaal gedaan. We hebben deze expeditie afgerond. Kijk, hoppakee. Check. Ja, we zijn klaar, denk ik, Peony. Hij zegt, wat? Hoe dan, Chief? Dit lijkt erop alsof dit het laatste stukje was van de grote, legendarische Peony Adventure. Ja, en Peony zoekt er een soort woord voor om dit te beschrijven. En hij komt uit op ultra, mega, episch. Nou, dat vond ik dit avontuur ook wel. Dit was heel tof. Je passie die heeft me verbaasd, Chief. En dit hele adventure ding, dat was gewoon een heel hoop onzin dat ik bij elkaar heb geraapt. Hij had zijn twijfels over heel dit avonturen ding. Maar jij? Je bent erin gegaan met heel veel energie. En hij vraagt zich af of ik nou echt denk dat dit echt legendarische Pokémon zijn of niet. Natuurlijk, jongen. Wat denk jij nou weer, joh? Dit zijn legendarische Pokémon, vriend. En hij zegt, nou, weet je, laat maar zitten. Je hoeft me niks te vertellen. Ik kijk naar je gezicht en ik weet alles wat ik moet weten. Je hebt vast ultra, mega, episch verkenningswerk gedaan. En kijk hoe die staat te lachen daar, hè? Hij gelooft ons nog steeds niet. Hij lacht gewoon zo achter zijn pet, zo van, wat een sukkel. Dit zijn echt geen legendarische Pokémon. En hij zegt, ja, ik ga me nergens mee bemoeien. Ik ga niet allemaal stomme vragen lopen stellen, maar Chief Rick, met een knipoog. Dankjewel dat je dit samen met me hebt gedaan, deze adventure. En ik wil dat je dit hebt, en dit is mijn manier om dankjewel te zeggen. Nou ben ik zo benieuwd wat voor item we krijgen van deze Peony. Zijn zeldzame leak card. Nou, dankjewel. Maar ik, volgens mij vergeet ik iets, zegt hij. Ja, je vergeet je dochter. Je bent je dochter helemaal vergeten, vriend. En Peonia, die zegt van... mensen horen je buiten helemaal, jongen. Doe eens rustig. Peonia zegt, nou, dit ziet er niet uit als een slecht plekje. Verblijf je hier? En Peonia, die zegt, nou, leuk je te ontmoeten ook buiten de den... Rick. Ja, nou, van harte. Leuk je te zien. Bedankt dat je mijn ouwe hebt begeleid. Dat je bij hem bent gebleven. Ik ben helemaal klaar met mijn Dynamax Adventures. Dus ik dacht, nou, misschien ga ik nu ook lekker een toertje doen met mijn ouwe. Echt? Maar we hebben net alle legendarische Pokémon al gevangen. Peony zegt, ja, wacht even. Ik verzin wel een aantal nieuwe legendes gewoon nu. Een vader-dochter expeditie. Eindelijk! En Peony zegt, wat? Verzin je deze gewoon helemaal?
Zijn verzinselen waren wel goed, want ik heb wel super vette Pokémon gevangen. Pionia die zegt, hey, ik heb even wat ruimte nodig. Ik heb persoonlijke ruimte nodig. Even afstand, Pioni. Maar, oké, first things first. Ik heb iets voor je, Nia. Oh, wat is dit? Oh, zo'nzelfde outfit als dat wij aan hebben. Het is een soort van discobal-achtige outfit. En Pionia, oh, die neemt het toch aan, volgens mij. Ik wil dat jij zo schijnt als een diamant. Pionia zegt, nee, ik wil dit helemaal niet. Hier, jij mag het hebben, Rick. Nou, dankjewel voor de gouden expeditie-uniform. Pionia die zegt, nou, ik ga weer lekker Dynamax Pokémon vangen. Doei, mazzel. Nou, mooi verhaal dit. Oké, Pioni, bedankt voor alles. Hij gaat wat tijd doorbrengen met zijn dochter. Doei, mazzel. Nou, zullen we die mooie outfit eens even aan gaan doen dan? Dit is volgens mij het einde van de Crown Tundra DLC. Ja, kijk eens. The end. Oh no. Maar ik moet nog aan die boom gaan schudden. Dat heb ik nog helemaal niet gedaan. En hier ligt ook nog iets. Wat ligt hier? Een legendary clue. Wat kunnen we nog verder? Een mysterieuze aanwijzing die Pioni heeft laten vallen. Er zit een foto aan van een glinsterend gat boven de Max Lair. A mysterious legendary hole that contacts other worlds to another. This phenomenon was originally discovered by Professor Moon? The blah 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 cost to the worlds where ultra beasts live. These are beasts that are different from the Pokémon that we are familiar with. Oh, we kunnen ultra beasts gaan vangen. Ja hoor. Ultra Beast in de Max Lair. Ik ga me nog even omkleden. Want volgens mij had ik een hele toffe nieuwe outfit. De Expedition Uniform. Die hebben we aan. Maar we hebben een Golden Expedition Uniform. Kijk. Episch. Nu zijn we pas echt Rikachu. Een geel-gouden uniform en een geel-gouden tas. Ja, ja. Maar laten we nog even naar die boom gaan. Nu ben ik toch wel benieuwd wat er gebeurt als we aan die boom schudden. Straks komt er weer net als in de Isle of Armor gewoon een Vespiquen uit. Dat zou echt suf zijn. Oké, Zapdos. Dit is het. Dit is ook de plek waar het voor jou allemaal begon. Waar ik jou voor het eerst zag. Waar je wilde vechten met Moltres. En je bent weer terug, jongen. En ik ben heel erg benieuwd wat er gebeurt als wij aan deze boom schudden. Laten we het doen. 3, 2, 1. Let's go! De boom die beweegt niet. Schud het nog meer. Kom op. Nog meer. Let's go! Het werkt niet. Er gebeurt helemaal niks. Ik kan het nog meer gaan schudden, maar het werkt gewoon niet. Ik weet niet wat het is, maar... Oh, wacht. Ik hoor wat. Ik hoor wat. En wat dit is, dat ga je zien in de volgende aflevering. Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal voor iedere dag toffe nieuwe Nintendo video's. En wil je me live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rikachu. Dan zie je daar, of gewoon bij de volgende video. Mazzel!